Niks van noemen. Ja, er komen auto's aan. We moeten weg zijn hier. Volgens mij zijn gepast nog eens geweest. Ik zie het, ja. Tadaa. Nou, doe het maar af. Nee. Oh, hey, ben ik al aan het opnemen? Ja, zeker. Hey, wel even. Welkom als perelend speelvreugels, hè? Ja. En ik denk Karel. Ja, dat wel. En ook je namen noemen. Ja, ook je namen noemen. Nee, want ja? Prins, provincial, dat is gewoon een carnaval toe. Zullen we niet? Hey? Moet je mij lekker afzetten? Zijn jullie deel gesloten, dat niet? Of dun of het gestorven is van de werkdruk. Of dat hier in Elzebeth de Forest, Hoek en Leo van Bert. Hallo! Kijk eens aan! Dat is een mooie prins volgens mij als ik er zo bekijk. Wat domme! Hij wil hier naar de camping volgens mij. Frans, ja, dan kun je goed uit. Ga je met de bouwland erop? Volgens mij dan is het. Nee, hij ligt goed stil. En de zonnebril op. Zal er van de camping kunnen zijn. Hij wint aan het haken aan. Zorgen voor twee huizen kunnen werken. Heel kraftig is goed dus. Hij zorgt dat de ballen kunnen werken. Of de rest van de rest ook, dat weet ik niet. Als een striks gaat, Jelle. Maar van de andere kant, ja, hij deed ook nog een bed. Maar Lucas dus, ja. Wie had er een spuitje van bij die je makker kan maken? Gewoon zo'n... Of niet? Of iets anders? Op welke manier zou je hem makker maken? Ja, misschien, ja. Toos, kom eens. Toos, jij kunt dat misschien wel. Geef hem eens een kusje. Ja. Kijk dat kind al even in. Zie je dat? En ja, hier nog een groen bolken aan zijn muts hangen. Wie zou er nou zijn? Wie is het? Heet hij nou Frans? Frans, en hier Peters en Toos. Ja, een deftig pak aan de mens. Mag je kapel goed zat? Ja. Voer het er maar op, jongens. Geef maar een flinke roffel. Wie zal het zijn? Eet die kaas of eet die ham? Nee. Eet die Jansen of eet die Pietersen? Geet die boom. Nee. Prinses wel een heel dikke kus als ze de prins mag geven. Kijk eens aan, zo moet dat. Volgens mij onze prins Karel ook nog... Mensen even stil, hè, want het is belangrijk.
proclamatie van zijn dochters verhoor hij prins Karel de Eerste. Bij prins Karel de Eerste bij de gratie van zijn prinses Belinda, vorst Willy, bestuurder en leerder van de Randgenelf, ex-prins en dansproetjes. Prins van de Peertruttische Rijk, graal van buurtschap van Musjenbroek, de ridder van de Groen Bitte, proclameert als volgt. Ten eerste, dat heel Elsendorp van 21 tot met 24 carnaval vier en dan Peertruttische Rijk heeft. Kapel. De volgende keer. Ten tweede. Dat de kastelein zoveel drank en vermaak in huis heeft, dat er geen peelvruchten buiten peelvruchten zijn carnaval hoeft te gaan vieren.
spichten en heb je prins en prinses. We willen jou in dit gezelschap van de Drumkrauwers uit Gimmel van harte proficiat wensen met jouw benoeming hier in Wilfrieterswijk. En als ik jou zo zie staan, dan denk ik het gas erop, nee maar. En Kaleman mag één groot feest, ook bij de Wilfrieters hier. Straks staart ik even in de bus hier naartoe. Hoe zal het nou verder gaan? Je mag op steeds minder plaatsen roken. En wat doen ze dan in de Elzenduim? Dan denk ik, ja, er is maar één kaart in. Dan kan ze wel willen twee die zeggen. Maar in de prins, Karelin, en die is er maar één. En dan ben ik jij. Die dan Belinda. Op zich een prachtige naam, maar het heeft wel met roken te maken. Maar als ik het stel zo zie, dan denk ik, ja, ik moet jullie echt allemaal hartelijk feliciteren met de uitverkiezing van zo'n schone jonge band die er de scores onderzet en die de kaart trekt hier in de Kamerwal. En dan kan dat best goed. Wij zitten hier zo schuurtig mee. Dus wat ben ik sinds de CD te kopen voor 25 gulden? Rustig aan, niet
Carnaval 1998. De prinsen van onze dorpen, stel eens, we gaan u voor. Ik ben prins Karel de Nurste van de Peelvruchtstreek het Elzendorp. En mijn motto is, we maken een sport van deze dag. En ik hoop dat heel Elzendorp met die vier dagen ook allemaal op de benen komen. En dat ze niet meer vliegtuig weggaan met mijn bijbenen op de grond blijven staan. Ik ben prins Johan de Nurste van het Veemolenrijk uit Melles. Mijn motto is, zorg dat je goed in de noddy bent, dan loopt alles gesmeerd. En ik vind dat het pas een goede carnaval is. Als ik mee klaar ben. Ik ben prins Harry de Vijfde van de carnavalsvereniging De Streupers uit Rips. En mijn motto is, maak veel lol en plezier en tap nou maar gauw een 0-0 bier. Ik ben Mies de Nierste van Pierenwaard uit Bakel en mijn motto is, ik weet dat niet meer. Ik ben prins Marcel de Nierste van de Bergkneuters met als motto, niet kniezen, niet zeuren, dit jaar laten we het gewoon gebeuren. Ik ben prins Henry de Nieuwste van het Krulstaartrijk uit de Bartel en mijn motto is, we gooien de knuppel in het kieperhok. En dan is het nu de beurt aan de adjudanten. Hoe is het met hun conditie gesteld? Anoushka maakt hen topfit voor de komende carnaval. Sunshine through the clouds.
Elsendorp. Mijn man is de beste prins, een dat hij beter kan voetballen als die ander kan fluiten. Ik ben de prinses van de martel van Henry de Eerste. Yeah.
draaier van je hoeken, van je hoek. Hij heeft ogen gelijk een kalf van je hoek. Van je hoek. Hij heeft ogen gelijk een kalf van je hoek. Van je hoek. Hij heeft ogen gelijk een kalf, en toch ziet die kwal maar half van je hoek, van je hoek, van je hoek. Hij heeft een neus gelijk een kraan van je hoek. Van je hoek. Hij heeft een neus gelijk een kraan. Van je hoek. Hij heeft een neus gelijk een kraan en er hangt dus nog bel aan. Van je hoek, van je hoek, van je hoek. Hij heeft een mond gelijk in een oven van je hoek. Van je hoek. Hij heeft een mond gelijk in een oven van je hoek. Van je hoek. Hij heeft een mond gelijk in een oven en er hangt die snot daarboven. Van je hoek, van je hoek, van je hoek. Kan ik kent de tekst al hoe? Hij heeft een kalkje in zijn kin. Hij heeft een kalk in zijn kin. Van je hoek, van je hoek. Hij heeft een kalk in zijn kin. En de baas die stond alleen. Van je hoek, van je hoek, van je hoek. Hij heeft een paar oren gelijk een kuit. Van je hoek, van je hoek. Hij heeft een paar oren gelijk een kuit. Van je hoek. Goedemiddag. We houden het een beetje kort. Wilde we alsjeblieft verzorgen dat deze dag in de schoenen wordt. Zorg dat we zullen niet zijn alle genieten van het begin af aan. Dat alle dingen gaan gebeuren zoals ze ons voor ogen staan. Maak voor deze gewoon goede mensen een hek en schan en heel schoon het span van deze dag. De schoon voor die stomme mensen een echt feestdag, als het echt kan. Lieve heer, we gaan naar eten. De tofste voor ons gereed. Je kan niet vissen, moeten weten. Als je niet rust, ben een goede boy het te leren. Zegen deze prijzen en deze lekkernijen. Al het goed van het Brabants land. Wilt ons vandaag een beetje begeleiden? Houd het voor ons een beetje in de hand. Rust eten. We gezellig het zomer en daarna wordt het pas getrouwd. Lieve heer, ik eindig halleluja aan. Want anders wordt ons eten koud. Mensen willen zwaar met u. We hebben wel de prins, maar die prins die heeft op dit moment een probleem volgens mij.
en Breugel. Jan van Dies, Joris en Rieke Scherkhoff, geboren in Empeldoorn. En Hendrik van Beuren en de Schippers, geboren bij de Slagerwassers. Is op 22 februari, ja. Dat is omdat onze Hendrik vandaag jarig is. Ja. En daar kunnen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan, want gisteren waren zijn bruidje jarig. Ja. En die liet onze vrijdag al flink in de steek toen we 12 uur begonnen te zingen. Gaan we dan doen? Ja. We gaan even een liedje zingen. Wacht even. Nee, vandaag heb ik de regie. Want in het paradijs, in het hemelse paradijs, hebben ze engeltjes. En engeltjes kunnen zingen. En daar zingen, dat doen ze bij Rejoice. En daarom zou je de engeltjes, Sjaan van der Witteren, Irene Bos en Martina Brok, even een vreugde hebben. Komt er even naar voren, want die moeten het namens als leren zingen. En dan kan ik jullie ook meteen verklappen dat Rejoice onlangs pas nog 2 nieuwe leden hebben gekregen om in een keer te oefenen. Maar omdat hun mensen zinnen dat dat niet meer mocht, wil ik ze hier toch in een keer op de voor hebben. Tini van Henk van der Weest en Lier van Jos Pierings, komen jullie ook eens. Die hebben al in een keer meegeoefend en die kan er niet te zingen. Jam. En nou moeten jullie inzetten. Officieel in het stamboek der peelvreuders in te schrijven vanmiddag. Ze hebben al meer dan 25 jaar gehad, al 4 voorkinderen, dus het kan onderaan wel. Wie zijn dat? Allereerst de bruidegom, Hendrikus Lambertus Schepers. Zoals gezegd, geboren op 22 februari 1941. Hij is dus 57 jaar oud. En hij is begonnen als schapenwasser in het Julienbeel. Heeft hij ook hobby's? Ja, hij heeft ook hobby's. Hij stut geer tegen een bouw met keuring. Daarlangs geeft hij altijd wat fitnessen, dat is hem ook wel te zien. Hij doet altijd met een carnaval mee, met een optocht. Dus noos als struisvogel, dan zien ze hem niet, denkt hij. Maar hij wil ook nog heel wat timmeren rondom het huis. En het liefste doe je gewoon werken. Ja, dat kan ik begrijpen, als je anders geur in huis moet gaan zitten. Dan hebben we de bruidje. En het bruidje, dat is geboren in Arep. En dus in Empeldonk, en in Beer zeggen ze. Andrea Gerarda Maria Kerkhoff geheten. En ze komt uit een nest van 10. Maar die andere 9... wist het dan ook niet, dus ze moeten het duurste geweest zijn. Ja, dat kan niet anders. En hesse hobby's hebben we er gevraagd. Nou, doe wat naar iets. En als jullie het allemaal aan wilt horen, dan kan ik dat wel doen. Maar ik zal er een paar uitlichten. Vooral kan ze veel kwekken hier met de carnaval. Ze zeven dan als Sjaan van het Hof uit Ede de hele buurt bij elkaar. Verder
probeert ook het vrome er nog bij te doen, want ze doet ook nog lezen in de kerk. Het sportieve, dat doet ze bij de veteranen. En hebben ze het aan mij gevraagd over die twee? Wie van die twee gaat nou de boks aan? En ik kan er hier een ene keer verklappen, dat is Hendrik, want ik zie hem. Dankjewel. Goeiedag. Zo hebben we de liefste. Maar die Hendrik die weet toch rondzingen, dat begrijp ik wel. Wat krijgen we hier? Er wordt hier van alles binnengeslepen. We zullen eens horen wat ze weten. Vertel het eens, Ria. Spruit, zet uw pad af, jongen. Je bent hier op een onofficieel gedoe, hè. Er wordt hier wel gesproken van een spruit, hè. Waar Sjaan 6 jaar geleden mee omkwam bij Jan en Joakoen, hè. Zelfs de ambtenaar vroeg snijden af als wij hier binnenkomen, wat komen wij hier doen, hè. Zo zijn onze manieren, zinnen ze, hè, hier in Elsendorp, maar we waren geen manieren. Nou laten wij ons eigenlijk eens even zien, want boerenbruid sparen ook geen manieren. He? Ze hebben een spruit, die hebben ze afgegeven aan Jan en Jo Koenen toen de tijd. He? Maar nou ze zelf gaan trouwen, dan doren ze hem niet eens uit. Dat vinden wij toch wel een groot bezwaar. En om het eerste verweerbaar vast weg te lassen, hebben wij even naar de gemeente gebeld en hebben wij even het geboortebewijs opgehold. Geboortebewijs. Geboren in het Pulfrutersrijk op 11-11-1992, spruit. Vader Jan Koenen, zoon van Ad Koenen en 3 kauwgommakers uit het Pulfrutersrijk. Moeder Jan Kerkhoff, dochter van Ties Janus Arrieke Kerkhoff. En Mien van Dorstenspijk uit Empeldonk. En getekend dan een ambtenaar van een burgerlijke stad. Dus ons bezwaar is, als spruitje vandaag hier niet bij me zijn, dan gaat de helperhulp niet lukt. En als Jan niet voor een eigen spruit kan zorgen, gaat die brulft hier vandaag niet lukt. Ria, gespult het goed. Zal ik hem even officieel... Gespult het goed. Maar jullie bent allemaal toneelspulders. Meen je ook maar het zegt. Volgens mij moet jij helemaal niks zeggen, want jij hebt een grote overloop. Wie gaat er nou een boeken voor het toneeltje? Ja, dan heb ik toch weer in druk. Volgens mij ben ik af. Zeg het eens, Doris. Ja, van dat spruitje, dat kunt een beetje onverwaars. Kan het spruitje nou een beetje lopen? Kom dus bij deze nog. Kom eens bij deze nog, jongen. Ik wist dat je misschien een snoepje. En hoe is jouw naam? Spruit. Je had een snoepje spruitje. En bij wie heb je altijd gewoond? Bij Spap. Bij Spap. En ons man, had je die niet gekend? Nooit gezien? Nee, ik heb hem even. En dat? Ja. En waar wilde je gaan wonen? Bij papa Koen of bij mama Hof? Bij mama Hof? Dan moet er eens vast op sleet zitten. Dan raakt ze er misschien een beetje aan gewend al, hè? Kijk, ze accepteert hem al. Dat is hoe kijk, ja. Ja. Ik denk dat je er vanaf bent. Want het spruitje is als een best gegroeid. En hangt je kunt daar op hand tekort. Dat kan wat meer werken, denk ik. Nou, kiepjes. Hè? Hé, hey, bedankt. Ja, wij zijn het dan wel in manieren. Hè? Maar ja, goed.
Ja, ik heb er weinig bezwaar te maken nou, hè. Er is alles gebeurd, maar de kans is af. Jan, hè? Hij wil mijn mama opwonen. Deze kant komen staan, zo. En ik ben getuige, samen met de ander. Die zijn al weg. Die zijn... Hij zit er al aan. Prima. En, vrouwtje, wilde jij die grote door ook aan een vinger van Alien Hendrik zeggen? Ook dat is goed gegaan. Dan mag ik als ambtenaar van de burgerstand jullie als uwste presenteren. Sjan, proficiat. Nou, waren wij net zo weet, dat het, want er gaan we al aan geoefend is, Sjan, en dan kunt hij er tussen. Wat tegen ik is dat gebeurd, ja. Ship, eh?
Thank you.
verschijning hier in Elsenhard. Toen kwam ik als prins Karl van Hustenverre. En dus de beste plaatsgeleden uit de WC is altijd aan klasse. Ik kwam man eens tegen en die wou wel even geld bieden. En toen zei ik van, nee, vanavond nog niet, maar misschien met de kaal als al een keer, even die dag. Misschien dat je misschien wel een keer kunt kopen. En toen schoonvader van mij, Ben van Rijn, het Gimmert, is een beetje een houtprutser. En die heeft me zelf verloren gemaakt. En zodoende, dan krijg ik 2 jaar. En toen kwam de man eens afgelopen vandaag, kwam ik weer tegen en die boy me een keer vol geld. Ik zei, ja, die kans kan jij niet laten liggen. Ik zei, verkoop me even de mannes. Maar ja, die 2 mannes, die hadden van mijn kaart. En ik net zelf gehouden dan. Maar ja, mannes, als jij geen vat bier wil geven, maar wel een geldbedrag. En nog veel onderhandelen, nou, niet hebt kunnen sluiten. Ja, moest er een keer een aap in de mouw komen. En zodoende heb ik net een beetje zelf gehouden. Ik zei, mannes. Met een kaal stuk een mooi vatje bier van licht, dat weet ik zeker. Thank you.
Thank you.
hebben de meeste kansen volgens mij dus. De jury, zal ik maar zeggen. Ze mogen niet eens als jury praten, dus ik geef het woord denk aan Karel de Nurste. Ja, we hebben met z'n allen met z'n vier goed rondgekeken hier in de Perelfloeters. Er zijn nou twee winnaars gekomen, een meisje en een jongetje. En Dirk mag eens even zeggen wie dat geworden is. Of deze. Allebei één. Deze staat eigenlijk de mooiste jongen is. Verkleed, want ik vind ze eigenlijk allemaal niet mooi. En Dirk zal zeggen wie het mooiste Perelfloeter Rinneken is geworden. Ilona Salte, de maatscher. Salte. Dirk.